dieser Zerstörung hat ausschließlich jener verantwortungslose holländische Regierungsklüngel, der im Dienste der britischen Plutokratie das holländische Volk zu einem völlig sinnlosen Widerstand aufrief. Selbst aber, nachdem er die holländische Bevölkerung noch zum tapferen Ausharren aufgerufen hatte, nach London floh und das Volk seinem Schicksal überließ. Das deutsche Schwert aber musste hart und unerbittlich zuschlagen, um Englands Angriffspläne rechtzeitig zunichte zu machen. Und da stand mitten in die Straat ein Mann, ein Mensch, die niemand zag, maar die toen ik hem passeerde, daar stond met gebalde vuist en die maar één ding herhaalde: ik neem het niet, ik neem het niet. Iedereen die de meidagen van 1940 heeft beleefd, zit boordevol herinneringen. Voor iedereen zijn dat andere. Voor veruit de meeste Nederlanders kwam de oorlog als een schokkende verrassing. Maar zien we er nu op terug, dan moeten we zeggen dat het onheil dat toen over ons land kwam zich eigenlijk al 7 jaar eerder was gaan aftekenen. Op die dag in januari 1933, toen in Berlijn door Duitslands president Veldmaarschalk von Hindenburg Hitler, de leider van de nazi-partij, werd benoemd tot Rijkskanselier, tot minister-president. Hitler was toen 43. Hij was in een arm deel van het oude Oostenrijk-Hongarije geboren als zoon van een douanebeambte. Hij mislukte op school, trok naar Wenen, werd daar afgewezen door de kunstacademie en groeide op met een enorme verbittering. Verbittering tegen de Joden, verbittering tegen de niet-Duitse volken in de Oostenrijks-Hongaarse monarchie. De Duitsers, vond hij, moesten daar de baas zijn. Om de militaire dienst in het Oostenrijks-Hongaarse leger te ontgaan, trok hij naar Duitsland, naar München. Hij nam daar, toen in 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbrak, dienst in het Duitse leger. Hij bracht het tot korporaal, werd onderscheiden. De nederlaag van dat aanbeden Duitsland was hem onbegrijpelijk. En van 1918 af leefde hij in München eigenlijk maar voor één gedachte: revanche. Hitler kreeg de leiding van een kleine partij die zich spoedig de Nationaal-Socialistische Deutsche Arbeiterpartij ging noemen, de NSDAP. En in november 1923 ondernam hij een staatsgreep in Beieren, samen met generaal Ludendorff, bekend uit de Eerste Wereldoorlog, een extreme Duitse nationalist. Hij poogde de macht te veroveren in München als aanloop tot de macht in Berlijn. Maar de demonstratie die tot de revolutie moest leiden, werd met een salvo van de straat geschoten. Hitler vluchtte. Hij werd gepakt en veroordeeld tot gevangenisstraf, waarvan hij maar een paar maanden uitzat, in alle comfort overigens. Die macht nu, hem ontgaan in 1923, werd hem 10 jaar later in de schoot geworpen. Duitsland had maar een zwakke democratische traditie. Inflatie had in het begin van de jaren 20 de middenstand geruïneerd. Er was van 1930 af massale werkloosheid geweest. De klassentegenstellingen waren scherp. Hitler zou, zo vertrouwden miljoenen, een ordelijk Duitsland doen ontstaan. En allen die zo dachten, raakten gemakkelijk in de ban van zijn fanatisme. Ich weiß, alles, was ihr seid, seid ihr durch mich. Und alles, was ich bin, bin ich nur durch euch.
nationalistische Bewegung. Sieg Heil! Sieg Heil! In de dictatuurstaat die Duitsland werd, werden alle andere politieke partijen verboden, organisaties die bleven bestaan, gelijkgeschakeld. Na von Hindenburgs dood werd Hitler ook staatshoofd, Führer. Later tevens opperbevelhebber van alle strijdkrachten. Het was de nazi-partij die het openbare leven volledig ging beheersen. Kaderleden van andere partijen, van de socialistische, van de communistische partij vooral, leiders van de vakbeweging, journalisten die tegen Hitler hadden geschreven, werden opgepakt en al in 1933 opgesloten in concentratiekampen. Kampen die toen nog niet gekenmerkt werden door het kille sadisme van de SS. Wijd en zijd kwam er angst. Maar de massa's die Hitler toejuichten, stonden niet stil bij de vervolging van andersdenkenden. Bij de toenemende vervolging van Joden. We komen daar over 2 weken nog op terug. Zij gaven zich over aan een collectieve roes, die met de geraffineerde middelen van een in die tijd nieuwe propaganda werd opgeroepen en in stand gehouden. Stakingen kwamen niet meer voor. Werklozen kregen weer arbeid. Velen bij openbare werken. Zoals de aanleg van de eerste grote autowegen, de Rijksautobahnen. Hitler toonde zich graag een eenvoudige arbeider. De daling van de werkloosheid was overigens mede een gevolg van de opbouw van een grote bewapeningsindustrie. En van de vorming van sterke strijdkrachten. Want de opbouw van een nieuwe Duitse weermacht werd onmiddellijk ter hand genomen. Eerst nogal clandestien en gecamoufleerd, maar begin 1935, toen al grote oefeningen plaatsvonden, maakte Hitler bekend dat hij door de beperkende maatregelen van het na de Eerste Wereldoorlog gesloten verdrag van Versailles eenvoudig een streep haalde. Waar dienden al die nieuwe strijdkrachten voor? Wat wilde Hitler bereiken? Duitsland mocht na de Vrede van Versailles geen troepen meer hebben in het Rijnland en in een strook beoosten de Rijn. Hitler wilde die beperking opheffen. Duitsland had verder, afgezien nog van zijn koloniën, verloren aan Frankrijk, Elzas-Lotharingen en het Saargebied. Daar zou na 15 jaar een volksstemming plaatsvinden. Aan België, de grensdistricten Eupen en Malmedy. Aan Denemarken, een deel van Schleswijk-Holstein. Aan Polen een deel van Opper-Silesië en de zogenaamde Corridor. Danzig was een vrijstaat geworden onder de na de Eerste Wereldoorlog opgerichte Volkenbond. Memel afgestaan aan Litouwen. Al die gebieden wilde Hitler terug hebben. En hij wilde nog veel meer. Oostenrijk moest bij Duitsland gevoegd worden. Tsjechoslowakije, bondgenoot van Frankrijk, uitgeschakeld. En was Duitsland eenmaal de sterkste mogendheid op het continent van Europa, dan moest via Polen levensruimte, levensraum in het oosten worden veroverd. Maar de Führer was een meester in het camoufleren van zijn doelstellingen en in het uitbuiten van de aarzelingen bij zijn mogelijke tegenstanders. Graag liet hij zich afbeelden als een man des vredes. Want hij voelde aan hoe groot, met name ook in Frankrijk en Engeland, de angst was voor het uitbreken van een Tweede Wereldoorlog. Zou men dan weer dezelfde zware offers moeten brengen als in de Eerste? En hij verstond het meesterlijk om geen enkele agressieve stap voorwaarts te doen zonder deze vergezeld te laten gaan van vredelievende aanbiedingen en plechtige verklaringen dat hij, als men hem nu nog eenmaal zijn zin gaf, verder geen enkele eis zou stellen. 6 jaar lang had hij daar succes mee.
In 1934 stemde de bevolking van het Saargebied, het waren tenslotte bijna allemaal Duitsers, voor de terugkeer naar Duitsland per 1 januari 1935. In 1936 gaf Hitler bevel tot de herbezetting van het Rijnland. Dat betekende dat het Duitse leger ook weer aan de Franse grens kwam te staan. Was Frankrijk toen niet passief gebleven, maar had het op die flagrante schending van Versailles gereageerd door onmiddellijk een paar divisies het Rijnland in te sturen, dan had Hitler zijn troepen moeten terugtrekken met formidabel prestigeverlies. Maar Hitler had goed gegokt. Engeland voelde niet voor enig ingrijpen. En dus liet ook Frankrijk het bij een papieren protest. Twee jaar later, maart 1938, forceerde Hitler de Anschluss van Oostenrijk. Duitsland werd Groot-Duitsland, Groß-Deutschland. Veel Oostenrijkers zouden er blijk van geven dat ze de nationaal-socialisten onder de Duitsers nog in fanatisme overtroffen. Frankrijk en Engeland namen ook die Anschluss voor kennisgeving aan. En daardoor gesterkt ging Hitler verder. De grensgebieden van Bohemen werden sinds eeuwen bewoond door een Duitse minderheid, de Sudeten-Duitsers. Hitler eiste ze op. Maar die grensgebieden, waar ook veel Tsjechen woonden, waren de verdedigingszone van de Tsjechoslowaakse Republiek. De Tsjechoslowaakse regering weigerde ze af te staan. Opnieuw verlamde de angst voor een Tweede Wereldoorlog Frankrijk en Engeland. Hadden ze zich met Tsjechoslowakije solidair verklaard, dan zouden, zo weten we achteraf, Duitse generaals hebben geprobeerd Hitler ten val te brengen. Maar de Britse premier Neville Chamberlain liet zich door Hitler verzekeren dat Duitsland alleen die grensgebieden begeerde. Wij willen helemaal geen Tsjechen, riep Hitler uit in het publiek. En het gevolg was dat eind september 1938... toen in tal van landen, ook in ons land, de angst voor een nieuwe wereldbrand ten top was gestegen, in München, Chamberlain en de Franse premier Daladier, in aanwezigheid van Italië's dictator Mussolini, akkoord gingen met de overdracht van het Sudetengebied aan Duitsland. De hoofdrolspelers in dit akkoord werden in hun eigen land ingehaald als helden. Duitse troepen trokken het Sudetengebied binnen. Alle Sudeten-Duitsers die tegen het nationaal-socialisme gekant waren, hen zag men niet op dergelijke opname, en tal van Tsjechen voegden zich bij de al bestaande grote groepen van politieke vluchtelingen. In de uren die op het smadelijke akkoord van München volgden, bevond zich in Praag een Nederlandse schrijver. Praag was voor mij het eindpunt van een lange reis rond het Derde Rijk, die ik ondernomen had om in een serie artikelen de woelarbeid te schilderen van de Gestapo, de geheime Duitse staatspolitie. In Noorwegen en Nederland, in Denemarken en België, in Frankrijk, Zwitserland en Tsjechoslowakije, overal vond ik hetzelfde beeld. Actieve Duitse immigranten, gevlucht voor Hitlers dwingelandij, werden teruggesleept over de Duitse grenzen. En met de hulp van groepen landverraders werden vuurwapenen en ook antisemitische pamfletten in de democratie naar binnen gesmokkeld. En de democratische regeringen deden om de lieve vrede willen alsof ze niets zagen. In 1938 verscheen mijn reportage Het Hakenkruis over Europa. Het werd mijn slechts verkochte boek. Die winter hield ik vele lezingen. Steeds met de conclusie, over 1 jaar... hoogstens 2, oorlog. Dan viel er een ijzige stilte onder mijn gehoor. En in een stadje in de Betuwe werd ik door de leden van een culturele ontwikkelingsvereniging zelfs uitgejat. Dezezelfde mensen hadden in naïeve dankbaarheid kazen en bloemen naar Chamberlain gezonden, omdat hij, volgens zijn zeggen althans, voor lange jaren de vrede had gered.
Dat had Chamberlain verklaard toen hij uit München naar Londen terugkeerde. Hij bracht een paparazz mee. Een ook door Hitler ondertekende verklaring, waarin de Britse premier en de Duitse Führer uitdrukking gaven aan hun vaste wil om het nooit meer tot oorlog te laten komen tussen Engeland en Duitsland. Never to go to war with one another again. Nog geen 6 maanden later, in maart 1939, zwichtte een nieuwe Tsjechoslowaakse regering voor nieuwe dreigementen van Hitler. Het Tsjechische deel van Tsjechoslowakije werd als zogenaamd protectoraat bij Groot-Duitsland min of meer ingelijfd. Duitse troepen trokken er alle grote steden binnen, Praag in de eerste plaats. Voor het eerst had Nazi-Duitsland een niet-Duits volk onder zijn heerschappij gebracht. Chamberlain's illusies lagen in duigen. Nu besefte hij dat al de Duitse expansie een halt moest worden toegeroepen. Wie zou het volgende slachtoffer zijn? Danzig en de Poolse corridor werden door Hitler opgeëist. En de Duitsers konden nu door de annexatie van het Sudetengebied en de bezetting van Bohemen hun aanvalsfront tegen Polen verbreden. Polen voelde zich bedreigd. Roemenië ook. Aan beide landen zegde Chamberlain toe dat ze, als Duitsland aanviel, op Engelse hulp konden rekenen. Maar hulp hoe? Engeland en Frankrijk lagen ver weg. Misschien had men Duitsland in toom kunnen houden als Engeland en Frankrijk een bondgenootschap hadden gesloten met de Sovjet-Unie. De Russische strijdkrachten waren de enigen die Polen onmiddellijk te hulp konden snellen. Maar de Poolse regering, vrezend dat die strijdkrachten een communistisch Polen zouden doen ontstaan, weigerde hun het recht van doortocht te verlenen. Trouwens, tot werkelijk serieuze besprekingen met Moskou ging Chamberlain niet over. En Stalin van zijn kant, onderhandelend met Londen dat hem niets te bieden had dan de kans dat hij voor Engeland en Frankrijk de kastanjes uit het vuur mocht halen, onderhandelde tegelijk met Berlijn, dat een veel aantrekkelijker aanbod deed. Nazi-Duitsland en de Sovjet-Unie, en dat schokte de hele wereld, sloten een niet-aanvalsverdrag. Ook werd in het geheim afgesproken dat als Duitsland de westelijke helft van Polen bezette, de Sovjet-Unie zou overgaan tot de bezetting van de oostelijke helft, die het na de Russische revolutie aan Polen had moeten afstaan. En dat Berlijn zou gedogen dat de onafhankelijke republieken Litouwen, Letland en Estland in de Russische invloedssfeer kwamen te liggen. Op 22 augustus 1939 werd dat akkoord in Moskou door Stalin en Hitlers minister van Buitenlandse Zaken Ribbentrop ondertekend. Nog poogde, terwijl men zich in Engeland op de luchtbescherming concentreerde, Chamberlain die oorlog te voorkomen. Wanhopig trachtte hij zowel de Duitsers als de Polen te winnen voor het denkbeeld van een tweede München, waarbij Hitler langs vreedzame weg Danzig en de corridor in de schoot zouden worden geworpen. Maar het ging Hitler helemaal niet om Danzig en de corridor. Op 1 september 1939 viel hij heel Polen aan. 2 dagen later verklaarden Engeland en Frankrijk Duitsland de oorlog. In Polen bleken Hitlers strijdkrachten verre superieur in bewapening en in bewegelijkheid. Duitse tankdivisies rukten in de richting van Warschau op. De Poolse hoofdstad werd zwaar gebombardeerd. Ruim 2 weken na het begin van de Duitse invasie ging Stalin over tot de bezetting van Oost-Polen. Warschau moest zich na heldhaftig verzet overgeven. De Poolse regering week via Roemenië uit naar Frankrijk. Alle gebieden die Duitsland na de Eerste Wereldoorlog aan Polen had moeten afstaan, werden weer Duits. De rest van Polen, het generaalgouvernement, zoals het ging heten, werd na de strijd een soort slavenkolonie. En zo werd Polen het eerste slachtoffer van de Tweede Wereldoorlog. Had die oorlog voorkomen kunnen worden? Achteraf gezien vermoedelijk wel, als Fransen en Engelsen tijdig actief hadden ingegrepen. Vanwaar dan hun passiviteit?
De auteur en samensteller van deze serie, Dr. Lou de Jong, noemt vier factoren. Ten eerste, in de Eerste Wereldoorlog hadden het Franse en het Engelse volk elk meer dan 1 miljoen gesneuvelden gehad. Er was een heel begrijpelijke tegenzin om misschien opnieuw zulke zware offers te moeten brengen. Ten tweede, een zeker schuldgevoel, vooral bij de Engelsen, dat men Duitsland bij de Vrede van Versailles te hard had aangepakt. Derde, in de bovenlagen van de maatschappij zagen velen Nazi-Duitsland als een dam tegen het communisme. De vierde factor, vooral Engeland had zijn defensie ernstig verwaarloosd. De dienstplicht werd daar pas een paar maanden voor de oorlog afgekondigd. Op de waarschuwingen van Winston Churchill, eenzame figuur in de rijen van de oppermachtige conservatieve regeringspartij, was niet gelet. Hij had de lijn gezien die in Hitlers politiek stak. Maar voor zijn oplossing, snelle herbewapening, gekoppeld aan collectieve veiligheid, dat wil zeggen daadwerkelijke samenwerking van alle staten die lid waren van de Volkenbond, was niet gevoeld. Het gevolg was dat elke kleine staat in Europa reden had zich de angstige vraag te stellen wanneer hij aan de beurt zou komen. Zo ook ons land. De publieke opinie, die in de jaren 20 veel vertrouwen had gekoesterd in de Volkenbond, kwam met lege handen te staan. En de regeringen, opziende tegen begrotingstekorten, waren traag met het aanvragen van gelden voor een betere defensie. Bovendien werd het beginsel van de landsverdediging pas in 1937 aanvaard door de Sociaaldemocraten, wier partij, de SDAP, meer dan een vijfde van de kiezers vertegenwoordigde. In datzelfde jaar begon de herbewapening in ernst. Maar wij hadden geen eigen wapenindustrie van betekenis. En overal elders waar wapens werden besteld, in Engeland, in Zweden, ook in Duitsland, zaten de fabrieken vol orders, zodat veel niet op tijd zou worden afgeleverd. We hadden een veel te kleine luchtmacht. We bezaten geen enkele moderne tank, alleen een aantal panzerwagens die niet in de verste verte tegen tanks waren opgewassen. Onze soldaat hanteerde een geweer, wel goed bruikbaar, maar het model was van 1895. Er kwam een beperkte hoeveelheid modern veldgeschut. Maar er werden meer stukken geschut in gereedheid gehouden die uit de Eerste Wereldoorlog dateerden. Uiteindelijk werden zelfs vuurmonden in stelling gebracht, en ze schoten nog goed ook, die men tevoorschijn had gehaald uit het legermuseum. Er was verder te weinig luchtdoelartillerie. Er waren te weinig moderne mitrailleurs, militaire vrachtauto's, moderne verbindingsmiddelen. Bovendien waren de troepen matig geoefend. De militaire dienst was rijkelijk impopulair. En had het beroepskader nooit manoeuvres kunnen houden met grote eenheden. Eén ding hadden we wel. Brede wateren. Over die wateren lagen bruggen. En van die bruggen kon men de belangrijkste, zoals hier de Waalbrug bij Nijmegen, voorzien van versperringen die bij alarm werden gesloten. Maar aan echte verdedigingswerken moest nog veel worden gedaan toen een paar dagen voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog de algemene mobilisatie werd afgekondigd. Het hele treinverkeer werd erop ingesteld. Meer dan 200.000 reservisten kwamen zich melden en moesten dus meteen worden ondergebracht. In Amsterdam werd daartoe korte tijd ook de grote zaal van het Concertgebouw gebruikt. Een groot deel van deze gemobiliseerde troepen werd aanvankelijk samen met burgerarbeiders gebruikt om simpele linies aan te leggen, waarbij eerst later modern materieel werd ingezet. Er kwamen veldversterkingen die met zandzakken werden beschermd. Zandzakken werden ook gebruikt bij de kustwachtposten die langs de hele kust werden ingericht. Ook werden zandzakken opgestapeld bij grote openbare gebouwen. Mitrailleurs werden geplaatst in zogenaamde stekelvarkens, als hier in Limburg, die evenwel vaak slecht gecamoufleerd waren. Kleine bunkers werden soms beter gecamoufleerd, waarbij niet werd nagelaten de indruk van een normaal bewoond huis te wekken. Te land, maar vooral ook in de lucht, waren we vrij zwak. Maar de officiële voorlichting gaf daar een andere indruk van.
Bijvoorbeeld in een bioscoopjournaal dat een paar maanden voor het begin van de Tweede Wereldoorlog te zien was. Maar ondanks de vele opofferingen die de Nederlandse soldaat zich in deze spannende dagen moet getroosten, blijft de geest in ons leger uitstekend. Het Nederlandse leger waakt. Terwijl de Duitsers nog in Polen vochten, stond voor Hitler dit al vast. Zou hij in het Westen aanvallen, dan ook in Nederland. Eerst dacht hij alleen via Midden- en Zuid-Limburg. Maar eind oktober 1939 bepaalde Hitler dat heel Nederland moest worden veroverd. De Nederlandse verdediging, dat was het plan van de opperbevelhebber van land- en zeemacht, generaal Winkelman, een man van grote vastberadenheid, was gericht op het behoud van de vesting Holland. Er waren zwakke verdedigingslinies in de noordelijke provincies, langs de IJssel, in de Betuwe, langs het Maas-Waalkanaal, langs de Maas en in Zuid-Limburg. Er was een iets betere in Noord-Brabant, de Peel-Raamstelling. Maar veel beter versterkt waren eigenlijk alleen Kornwerderzand, waar men moest verhinderen dat de Duitsers via de afsluitdijk de vesting Holland binnendrongen, en op de grens van Utrecht en Gelderland de Grebbelinie. Wat was Hitlers aanvalsplan? De Fransen hadden na de Eerste Wereldoorlog aan hun noordoostgrens de Maginot-linie aangelegd. Een enorm versterkte verdedigingslinie met over grote afstanden onderaardse verbindingen. Maar die linie liep niet verder dan de grens van Luxemburg en België. Hitler voorzag dat als hij in het westen aanviel, een deel van de Franse legers en het Britse expeditieleger België zouden binnenrukken. Een enorme geconcentreerde tankmacht zou dan via de Ardennen, noord van de Somme, naar het kanaal trekken. En Belgen, Fransen en Engelsen in België omsingelen en uitschakelen. En, na hergroepering, een krachtig offensief naar het zuiden inzetten. Wat ons land betreft was de aanval via Zuid- en Midden-Limburg als het ware voorbereiding tot het offensief in België. Tegelijk wilde Hitler onmiddellijk het zenuwcentrum van de Nederlandse verdediging uitschakelen door op 3 vliegvelden bij Den Haag luchtlandingstroepen aan de grond te zetten. Toen het eenmaal zover was, bleek dat die voorhoede een lijst bij zich had met de adressen waar zich de voornaamste militaire commandanten bevonden, die moesten worden gevangen genomen. En een schets van een route door Den Haag die eindigde bij het Koninklijke Schloss, het Paleis Noordeinde. Daar moest koningin Wilhelmina van haar vrijheid worden beroofd. Na die luchtlandingstroepen bij Den Haag nu zou, met andere troepen, een tankdivisie op weg gaan via de bruggen bij Moerdijk, Dordrecht en in Rotterdam. Die bruggen moesten veroverd worden door luchtlandingstroepen. Verder zou een cavaleriedivisie pogen via de afsluitdijk de vesting Holland uit het noorden binnen te dringen. En zou de sterkste Duitse aanval worden gericht op het zuidelijke uiteinde van de Grebbelinie. Ten slotte, om al die operaties mogelijk te maken, moesten in de nacht voor de Duitse aanval de bruggen bij Zutphen, bij Westervoort, die over het Maas-Waalkanaal, de spoorbrug bij Gennep, de bruggen bij Roermond, die over het Julianakanaal en die bij Maastricht, worden overvallen door een paar honderd Duitse militairen, bij wie zich ook ongeveer 200 in Duitsland woonachtige NSB'ers zouden bevinden. En vele van die aanvallers zouden gekleed zijn in nagemaakte Nederlandse uniformen. Dat was de opzet. Een gedurfde opzet. En vooral voor het uitvoeren van de luchtlandingen vergde niet goed weer. Al in november 1939 wilde Hitler aanvallen. Maar toen stelde hij die aanval uit vanwege de weersomstandigheden. Nadien kwam het nog meer dan 10 keer tot uitstel. Bijvoorbeeld in de strenge winter van 39 op 40, toen de genie in de bevroren inundaties bij de stellingen bijten moest maken en zaagauto's werden ingeschakeld. Over elk van die aanvalsdata nu ligt de kolonel Oster, een officier van de Abwehr, dat is de Duitse militaire geheime dienst die Hitler als een ramp voor Duitsland beschouwde, de Nederlandse militaire attaché in Berlijn in, majoor Sas.
En Sas waarschuwde dan de autoriteiten in Den Haag. Maar wekte daarbij velen twijfel, omdat door dat telkens herhaalde uitstel na zijn waarschuwingen niets gebeurde. Door Oster ingelicht over Hitlers besluiten waarschuwde Sas ook de Deense en de Noorse regering. Die lette daar onvoldoende op en het gevolg was dat begin april 1940 Hitler Denemarken bezette en tot verbazing van de hele wereld bijna alle Noorse havens. In Oslo, waaruit de Noorse regering op het nippertje was ontkomen, zagen de Nooren een Duitse voorhoede binnenrukken die op het vliegveld bij de Noorse hoofdstad was geland. Die inval in Denemarken en Noorwegen leidde in ons land tot extra voorzorgsmaatregelen. En terwijl de spanning steeg, kreeg Sas op de avond van 9 mei in Berlijn van Oster te horen: nu gaat de aanval door. Hij is toen onmiddellijk naar het gezantschap gegaan, dat was daar een uur of 10. En om te voorkomen dat wij zouden worden afgesneden van Den Haag, zoals in vorige gevallen was gebeurd, heeft hij onmiddellijk verbinding met Den Haag aangevraagd en zodra hij de verbinding doorkreeg, gewoon open door de telefoon gezegd: morgenochtend bij het aanbreken van de dag. Hoi het aai. Die 10e mei, in alle vroegte, nadat eerst meer dan de helft van de toestellen van de zwakke Nederlandse luchtmacht op de vliegvelden kapotgeschoten is, dalen bij de punten die bij verrassing moeten worden veroverd Duitse parachutisten. Midden in Rotterdam, op de Maas, strijken Duitse watervliegtuigen neer, van waaruit militairen de zuidelijke toegang tot de Maasbruggen bezetten. Bij Dordrecht krijgen ze de verkeers- en spoorbrug in handen. Evenzo de bruggen bij Moerdijk. Van de drie vliegvelden bij Den Haag komen de Duitsers niet veel verder. Ze krijgen de koningin, de ministers en de militaire leiding niet in hun macht. Geruchten doen de ronde dat die Duitse parachutisten verkleed zijn als boeren, als postbodes, als priesters. Geruchten dat overal onze eigen troepen worden beschoten door Duitse burgers, door Nederlandse nationaalsocialisten en NSB'ers. ...800 gevaarlijk geachte NSB'ers moeten worden gearresteerd. Maar in de nervositeit van het oorlogsgeweld pakt men er 10.000 op. Dit zijn er enkele. Van de bruggen die vlak voor de invasie met list moesten worden veroverd, zijn er 2 over het Maas-Waalkanaal, de spoorbrug bij Gennep en 4 over het Juliana-kanaal in Duitse handen gevallen. An diesem Übergang fand in den frühen Morgenstunden ein kurzer, aber erbitterter Kampf statt. Dann war auch hier der Feind schnell bezwungen. In Maastricht ist der deutsche Anschlag misslukt. Hier müssen die Deutschen mit anderen Mitteln über die Rivier kommen. Maastricht ist abgesneden, doordat de Duitse luchtlandingstroepen al ten westen van de stad op Belgisch grondgebied zijn geland. In de ochtend van die 10e mei geeft de commandant van onze troepen in Zuid-Limburg zich over. Strategisch het gevaarlijkst is dat de Duitsers verder noordelijk de Peel-Raamstelling doorbreken. Dwars door het Brabantse land trekt een sterke Duitse kolonne, waarbij zich ook die ene Duitse tankdivisie bevindt, westwaarts. Westwaarts in de richting van de Moerdijkbruggen, die in Duitse handen zijn.
Vanuit België pogen Franse troepen die bruggen te heroveren. Dat mislukt. Het gevolg is dat de Duitse opmars wordt voortgezet. Ook door een eenheid van de Waffen-SS. Dordrecht wordt gepasseerd en op de vierde dag van de Duitse invasie, maandag 13 mei, bereikt de kolonne die door Brabant is getrokken de Duitse troepen die zich in Rotterdam bij de Maasbruggen hebben weten te handhaven. Op diezelfde dag moet het zuidelijke gedeelte van de Grebbelinie, waar hard gevochten is met inzet van veel manschappen en artillerie, worden prijsgegeven. Dat betekent dat de Duitsers van het oosten uit de vesting Holland kunnen binnendringen. En het is duidelijk, het hele land is in dodelijk gevaar. Koningin Wilhelmina handelt met beslistheid. Al wordt ook Nederland bezet, het koninkrijk moet doorvechten. Kroonprinses Juliana en haar twee dochtertjes, prins Bernhard fotografeerde ze voor de schuilkelder, moeten in veiligheid worden gebracht. De koningin gelast de prins zijn gezin via IJmuiden, waar een Engelse torpedobootjager wacht, naar Engeland te brengen. De auto die de Nederlandse bank voor transporten van goud gebruikt, wordt op zondagavond 12 mei ingeschakeld. De tocht verliep normaal tot IJmuiden, tot de pont. En toen wij op de pont waren, toen kwam een Duits vliegtuig over. En die deed op zichzelf eerst niets. Die zag kennelijk niet zozeer de pont aan de Engelse jager, de destroyer die in de haven lag, waarop wij later zouden gaan. En toen begonnen de mariniers die mee waren, die begonnen vanaf de pont te vuren. Ik herinner me, dat is de enige keer geweest in deze oorlog dat ik zeg niet vuren. Want als die pont, als men daar een bom op had gegooid, dan was die auto met mijn vrouw en de kinderen daarin onherroepelijk vergaan. En dat was een bepaald iets wat we niet moesten hebben. Volgende dag kwamen we dus in Engeland aan. Ikzelf had alleen maar één schoon hemd meegenomen voor de lunch in Buckingham Palace, omdat ik dacht dat ik de volgende middag makkelijk terug kon komen. Die maandag komt het prinselijk gezin in Engeland aan, ongeveer op het moment waarop generaal Winkelman aan de koningin meedeelt dat hij niet langer voor haar veiligheid kan instaan. In Hoek van Holland gaat de koningin aan boord van weer een andere Engelse torpedobootjager met de bedoeling om naar West-Zeeuws-Vlaanderen te varen. Maar de Engelse commandant acht die tocht te gevaarlijk en zijn schip voert de koningin naar Engeland. Ze verliet Den Haag zonder overleg met premier De Geer en de leden van het kabinet dat deze in augustus 1939 had geformeerd. Dat kabinet kwam in de invasiedagen bijeen in het departement van Economische Zaken in Den Haag. Er was daar een ruime schuilkelder. Maar het kreeg er in de immense verwarring nauwelijks informatie. Zulks tot ergernis vooral van de minister van Justitie, de strijdvaardige Gerbrandy. We hebben vergaderd, maar dat ging moeilijk. We zaten voor een groot gedeelte, behalve dat we contact hadden met Rotterdam, zonder directe inlichtingen over de gang van zaken. We zaten bovendien, dat moet ik helaas zeggen, met een minister-president die nooit leiding gegeven heeft in die dagen, maar volkomen passief bleef en niet met ons in het gebouw van Economische Zaken achterbleef 's nachts, maar naar huis ging. Zodat er maar enkele ministers in het gebouw van Economische Zaken achterbleven. Daartoe behoorden niet de heren van Kleffens en Welter, want die waren al naar Londen gegaan, krachtens besluit van de ministerraad om het contact met de geallieerden zo sterk mogelijk te maken. Ik ben toen zo vrij geweest, na een korte voorbespreking met de heer Van Boeien, om de overgebleven ministers 's avonds te zeggen, maar we moeten toch met elkaar praten over wat we hebben te doen. Laten we bij elkaar komen. Ik kon natuurlijk niet presideren, want daartoe had ik geen recht. De heer Van Kleffens was vicepresident. De heer De Geer was thuis. Ik heb daar direct aan toegevoegd toen die bespreking begon. Mijn mening is dat we onverbiddelijk daar moeten zijn waar de koningin is.
Die maandag, laat in de middag, brengt een derde Engelse torpedobootjager de ministers naar Engeland. Dinsdag 14 mei wordt een zwarte dag. Hitler heeft haast. Hij had gewild dat de strijd op 10 mei al voorbij was. Maar nu is het al de vijfde oorlogsdag en de Nederlandse strijdmacht, hoewel teruggedrongen, vecht door. Kornwerder Zand houdt stand. En de Duitse tanks zitten vast in Rotterdam-Zuid. Hoe er bij Rotterdam door te komen? Onze stadscommandant van Rotterdam krijgt de schriftelijke mededeling, niet duidelijk ondertekend, dat als hij Rotterdam niet overgeeft, de stad zwaar zal worden gebombardeerd. En daar wordt door de Duitse officier die het ultimatum overhandigt, mondeling aan toegevoegd dat, als dat nodig is, ook Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Haarlem in puin zullen worden gelegd. De Rotterdamse stadscommandant stuurt dan, na telefonische ruggespraak met generaal Winkelman, een stafofficier naar de Duitse commandant. Aan deze wordt gevraagd zijn schriftelijke mededeling te herhalen met vermelding van zijn naam en zijn rang. Dus schrijft die Duitser een tweede ultimatum, waarvan de termijn afloopt om 4:20. Het is dan 1:15. Maar nauwelijks is dat tweede ultimatum overhandigd of men hoort Duitse bommenwerpers naderen. De Duitse commandant laat rode seinkogels afschieten ten teken dat het bombardement is afgelast. Een klein deel van de eskaders draait af en zoekt andere doelen op, maar het grootste deel vliegt door. 10 minuten, misschien iets langer, duurt dat bombardement. Maar het lijkt wel, schreef een Rotterdammer later, een eeuwigheid. Enorme branden breken uit. Niet ver van de Maas wordt het één vuurzee. Hier is geen blussen aan. Uur na uur breiden de branden zich uit. Tienduizenden burgers vluchten uit de getroffen stadsdelen weg, bij voorkeur naar open terreinen, vanwaar ze in verbijstering enorme rookwolken zien opstijgen. En in de namiddag en avond, als de Duitse troepen Rotterdam binnenrukken, staan grote delen van de stad in lichterlaaien, precies zoals Hitler het wilde. Schuld aan deze zerstörung had ausschließlich jener verantwortungslose holländische regierungsklüngel, der im Dienste der britischen Plutokratie das holländische Volk zu einem völlig sinnlosen Widerstand aufrief. Selbst aber, nachdem die holländische Bevölkerung noch zum tapferen Ausharren aufgerufen hatte, nach London floh und das Volk seinem Schicksal überließ. Das deutsche Schwert aber musste hart und unerbittlich zuschlagen, um Englands Angriffspläne rechtzeitig zunichte zu machen. Die plannen waren er niet. Generaal Winkelman verneemt hoe zwaar Rotterdam is getroffen. Hij verneemt ook dat Utrecht op gelijke wijze zal worden gebombardeerd. De troepen die de Grebbelinie hebben verlaten kunnen geen reële weerstand meer bieden en hij besluit te capituleren. En in de avond weet het hele land dat, door bulletins van de dagbladen, door de radio. Alleen in Zeeland zal nog enkele dagen worden doorgevochten, ook door Franse troepen, waarbij het centrum van Middelburg door Duitse artillerie in puin wordt gelegd. Maar op de 15e mei, wanneer generaal Winkelman in een schoolgebouw in Rijshoort, even bezuiden Rotterdam, de capitulatieovereenkomst ondertekent, hetgeen onder meer betekent dat alle Nederlandse militairen krijgsgevangen worden, dan woeden in Rotterdam de branden nog voort, die van grote delen van de stad een puinhoop zullen maken. Als dominee had ik mijn kerkje in het centrum van Rotterdam. En ik wilde na het bombardement naar dat centrum om te zien wat er van enkele van mijn gemeenteleden terecht was gekomen. Ik reed door de brandende straten, alles stond in lichte laaien. Er was een vuurgloed en een afschuwelijke hitte. En niemand was er meer op straat. De binnenstad van Rotterdam was totaal verlaten, troosteloos. Was het om aan te zien. En afschuwelijk om door die lege, brandende straten heen te rijden. En daar stond midden in die straat een man, een mens, die niemand zag, maar die toen ik hem passeerde, daar stond met gebalde vuist en die maar één ding herhaalde: ik neem het niet, ik neem het niet. In Rotterdam waren ongeveer 800 burgers omgekomen. Elders in het land nog eens bijna 1800. Meer dan 2000 Nederlandse militairen waren gesneuveld.
een kleine 3000 min of meer ernstig gewond. Van wie er meer dan 800 invalide zouden blijven. De Duitsers verloren in ons land ongeveer evenveel gesneuvelden als wij. Maar wat hun bij uitstek dwars zat, was dat ze in de lucht zware verliezen hadden geleden. Niet alleen aan geschoolde manschappen, maar ook aan toestellen. Die vooral in het westen waren neergeschoten. Hetzij door ons luchtafweergeschut, hetzij door onze jagers. Bovendien waren meer dan 1000 man van de Duitse luchtlandingstroepen, elite-eenheden, tijdig als krijgsgevangenen naar Engeland getransporteerd. Van belang was voorts dat vele van onze marineschepen daarheen waren ontkomen en dat de haven van IJmuiden grondig was versperd. Uit die haven en andere havens ontkwamen voordien misschien 1000 vluchtelingen. De militaire strijd in ons land was voor het moment ten einde. Maar de oorlog ging door. Grote rampspoed had Nazi-Duitsland over ons land gebracht. Rotterdam, de stad waaruit het hart was gerukt, werd van die rampspoed het symbool. Groot was de verbittering van de meeste Nederlanders. Maar niet van allen. Want toen Duitse militairen op 15 mei Amsterdam binnentrokken, brachten niet alleen Duitse burgers, maar ook Nederlandse NSB'ers juichend de Hitlergroet. Die militairen reden door naar het centrum van de hoofdstad, de Dam. Hier geen gestrekte armen, maar evenals ruim een jaar eerder in Praag, gezichten waaruit maar één gevoel sprak. Een diepe bezorgdheid. Bezorgdheid voor de toekomst van een Nederland dat was bezet.